Erwin Nuitink, hoe ben je uiteindelijk hier bij Alphensebors beland? Ja, 3 jaar contract gehad. Een beetje rondkijken in de regio. Ik woon in Rotterdam, studeer rechten. Dus daar ga je een beetje rondkijken. En, een goede vriend van mij, Osama, speelde hier. Zij had een goede ervaring afgelopen seizoen. En, de trainer die kende ik via. Dus die stuurde mij een appie van kom een keer langs. Hier gesprek gehad. Ik had ook nog wat andere dingen lopen, maar ik had hier gewoon een goed gevoel bij. En sommigen zeggen dan van ja, eerste klas, waarom kies je daarvoor? Ja. Is gewoon, ik heb ook gezegd, ik wil even plezier terugvinden in het voetbal. Want ik heb toch 3 jaar heel veel blessures gehad. Dus dan maakt het niveau ja, op zich, als je dan belangrijk wordt gemaakt ergens, dan kies ik daar eerder voor als dat ik naar een onbekende club ga. En met mijn verleden, zeg maar, mijn knie, wilde ik even zekerheid. Dus koos ik voor deze club. Ja, heb je profvoetbal vaarwel gezegd of niet? Dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Natuurlijk heb je altijd ambitie, als je op het veld staat, wil je het hoog mogelijk. Maar ik zeg nu wel even, zet ik studie op 1 natuurlijk. Maar als het hier lekker gaat, weet je nooit wat er allemaal nog komt natuurlijk. Ja, hoe bevalt het je hier in Alphen? Ja, prima. Gewoon een rustige, gezellige club. Leuke mensen. Om de ploeg heen ook. Jonge ploeg. Een paar oudere jongens. Het gaat nog niet heel goed. Maar er zit wel voetbal in de ploeg, dus dat is het belangrijkste. Kun je van niveau? We hebben veel ex-profs, dus of ex-profs die wel in ieder geval in de jeugd hoog hebben gespeeld. Dus dat voel je wel in het positiespel en zo. Maar we moeten gewoon iets zakelijker worden. Meer kansen afmaken, gewoon iets meer directer voetballen. Dat is nog het verschil, dat een beetje speels is, merk ik. Maar qua potentie denk ik dat het wel goed komt dit seizoen. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die eerste weken dat je hier nou zit. Hoe goed is Alphensebors? Hoe goed... Ja, kan je het een beetje een niveau geven? Ja. Want Alphensebors wordt toch nog steeds gezien. Natuurlijk, ze spelen in de eerste klasse, maar iedereen weet Alphensebors hoort niet in de eerste klasse. Merk je dat ook na die eerste paar weken al? Ik merk individueel, qua spelers merk ik het wel. Maar als groepen moeten we nog wel flink wat stappen maken, denk ik. Dus, ik denk dat we als wij het niveau eruit halen wat ik denk dat erin zit, zijn we echt te goed voor de eerste klas. Dat denk ik. Wat is de kracht van dit Alphensebors, van het team? Voetballend. We zijn goed aan de bal. Fysiek zijn we niet heel sterk, denk ik. We hebben wel een paar grote jongens, maar niet heel veel. Dat merk je ook afgelopen zaterdag tegen Rijn Vogels. Die is een sterkere ploeg. Dus door de lucht moeten we het niet gaan zoeken. We moeten gewoon de bal snel rond laten gaan en de ploeg onder druk zetten.